beeld van de week. De minister van Volksgezondheid, Colas, mag zich deze dagen dan wel moeien met de babyvoeding. Hij wordt ook nog altijd achtervolgd door het dossier van de alternatieve geneeswijze. Zoals u weet wil de minister 4 van die geneeswijze. Het gaat dan om acupunctuur en over homeopathie, osteopathie en chiropractie laten registreren. En dat is helemaal niet naar de zin van de klassieke artsen. En zij voelen zich sinds vorige week gesteund en dan wel uit een heel onverdachte hoek. 19 universiteitsprofessoren, waarvan geen enkele arts is, hebben namelijk een open brief geschreven tegen dat wetsvoorstel, of wetsontwerp tenminste, met als titel De wetenschap volgens Marcel Colas. Aan de tafel een van de ondertekenaars van die open brief, dat is Johan Braakman, professor van de Gentse Universiteit, en ook de minister zelf. Goedemorgen allebei. Ik begin bij u, professor. Niemand van jullie is arts. Hoe kunnen jullie hier dan een oordeel over vellen, over die kwestie? Wel, wij hebben het ontwerp bestudeerd. Wij zijn vertrouwd met hoe wetenschap werkt. Min of meer vertrouwd met wat goede procedures zijn om goede geneeskunde te hebben. We kennen iets van die alternatieve geneeskunde. En wij zijn het helemaal eens met de minister dat daar een politieke regulering moet komen. Omdat er zijn honderden van die alternatieve geneeswijzen. Er komen er telkens weer bij, verdwijnen er weer. Dus die zijn aan modeverschijnselen onderhevig enzovoort. Er is daar ook een cliënteel voor. Dus de minister heeft uiteraard de taak of de plicht dan om daar iets aan te doen. Maar wat momenteel, is jullie kritiek dan? Ja, momenteel speelt zich dat af in een grijze zone en daar zijn allerlei gevaren aan verbonden. En onze kritiek is velerlei. In de eerste plaats zou ik zeggen, het wetsontwerp zoals het nu voorligt, houdt eigenlijk in dat er een zekere mate van basis zou bestaan voor sommige van die alternatieve geneeswijzen, waardoor zij dan zouden moeten geregistreerd worden. Dat houdt ten dele, ook al wordt die term niet gebruikt, dat houdt ten dele een zekere erkenning in. Daardoor komen die geneeswijzen ergens op hetzelfde respectabele niveau als de conventionele geneeswijzen. En daar hebben we al problemen mee. Omdat die basis eigenlijk onbestaande is. Dat wijzen alle rapporten uit, alle studies uit. Dus die respectabiliteit die geneeswijzen daardoor kunnen krijgen, dat gooit gevaren in, denken wij, voor de volksgezondheid. Dus wij pleiten zeker en vast voor een regulering, maar niet zoals hier nu voor ligt. Dus je pleit duidelijk voor een wetenschappelijk argument, maar het gaat bij jullie duidelijk om een principiële kwestie. Wel, principieel, kijk, ofwel volg je als minister wat de experten zeggen. Nu, in een democratie, dat is natuurlijk het probleem voor de minister. Er zijn allerlei mensen die daar gebruik van maken. En dan kun je de wil van dat deel van de bevolking volgen. Of je kan de experten volgen. Nu, als de experten zeggen dat daar eigenlijk geen wetenschappelijke basis voor bestaat, dan denken wij in dit geval dat de minister daar beter zou naar luisteren en op basis daarvan een wetsvoorstel zou doen om die gevaren op te lossen, die grijze zone uit te klaren. Meneer de minister, gelooft die experten niet? Het is geen kwestie om die experten niet te geloven. Het probleem stelt zich op een compleet andere manier. Maar ik ben al tevreden vanmorgen als u zegt dat ik achtervolgd word, maar dat wil zeggen dat ik in het offensief ben. Dat is al geen slechte zaak. Maar ik heb op het document dat gepubliceerd is door de 19, laten we zeggen, toch met een stukje verwondering de literatuur daarvan doorgenomen. Omdat volgens mij dat niet aan een serieuze wetenschappelijke kritiek kan doorstaan. En ik heb nogal wat wetenschappelijke onnauwkeurigheden in die brief vastgesteld. Oh ja? Minstens een viertal, niet onbelangrijk. Verklaar u nader. Zacht uit. Ten eerste, de conclusie is nogal een zware conclusie. Je mag dat soort van problematiek niet overlaten aan de politiek. Je moet daar de wetenschappers laten over beslissen. Alsof we natuurlijk ook niet in een meer mondige samenleving beginnen te leven waar de patiënt bijvoorbeeld ook een woordje te zeggen zou hebben. Maar goed, dat neem ik nog weg. Maar ik mag toch aannemen dat men het ontwerp gelezen heeft. En wat zegt dat ontwerp? Zegt het ontwerp dat de regering, dat de minister, dat het parlement niet-conventionele praktijken erkent? Nee. Dat ontwerp is één grote uitnodiging aan die wetenschappelijke wereld om nu eens een keer eindelijk, want we richten een paritaire commissie op, eindelijk aan tafel te gaan zitten. Tezamen de vertegenwoordigers van de medische faculteiten, tezamen met de vertegenwoordigers van de niet-conventionele praktijken, en aan de politiek te zeggen welk van deze praktijken kunnen nu geregistreerd worden en zo ja, onder welke voorwaarden kunnen ze geregistreerd worden. Als je dus dat ontwerp bestrijdt, wat betekent dat nu feitelijk wetenschappelijk gezien? Dat je vertrekt van een a priorisme, dat je elke regel van vrij onderzoek wegwuift, maar dat je zelfs niet bereid bent om in zo'n orgaan serieus te discussiëren en na te gaan wat kan en wat niet kan. En dus feitelijk niet wetenschappelijk is. Dus dat is mijn eerste opmerking. Ja, ik wil even naar professor Braakman. Ja, u zegt het is een gevaar voor de volksgezondheid als men zo gaat denken. Ja,
Wel, we zouden moeten uiteenzetten hoe die paritaire commissie in elkaar zal zitten. De minister zou dus 50% alternatieve mensen daarin willen, 50% wetenschappers. Daaronder worden dan allerlei kamers opgericht. Dus we hebben het wetsontwerp wel degelijk gelezen, uiteraard. Nu, 4 kamers zouden reeds worden opgericht, acupunctuur enzovoort, diegene die u daarnet heeft vermeld, omdat daar blijkbaar een zekere basis zou voor bestaan. Nu nogmaals, die basis bestaat helaas niet. Dat wil niet zeggen dat wij ons dogmatisch opstellen. Als uit onderzoek zou blijken dat die zaken wel werkzaam zijn, een zekere effectiviteit hebben, dan worden die gewoon in de conventionele, zoals dat dan heet, geneeskunde opgenomen. Ik wil even terzijde toch bemerken, want de minister gaat in op wetenschappelijke argumenten, de termen conventionele of klassieke of wetenschappelijke geneeskunde aan de ene kant en dan alternatieve, holistische of hoe je het ook noemen wil, geneeskunde aan de andere kant, dat is een onderscheid dat eigenlijk is uitgevonden door de alternatieve mensen zelf. In feite heb je alleen geneeskunde die is gebaseerd op onderzoek. Op inderdaad, uiteraard, vrij onderzoek. En als je goed de zaken controleert en ze blijken te werken, dan gaan die gewoon behoren tot de geneeskunde. Mm-hmm. Ziet u? We hebben ook geen alternatieve scheikunde of geen alternatieve biologie. Dit is een fundamentele denkfout, want het zijn andere dingen. Dit is uitgaan van een absolutisme, van de absolute waarheid. En je zou een keer, dus de vrije tribune van een van de artsen verschijnen, die zeggen, dat kan niet, dat is een soort van wetenschappelijke blindheid. U zegt dat er geen enkele basis bestaat. Ik moet u toch zeggen, dit is het negeren van een aantal evidente feiten. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een 60-tal elementen vastgelegd van activiteiten die in acupunctuur zouden kunnen gebeuren en die goed zouden zijn. Wereldgezondheidsorganisatie. In de meerderheid van de Europese landen, deel uitmaken van de Europese Unie, is er een regelgeving. Aan de buitenlandse universiteiten, ik wil u het lijstje overmaken, het aantal universiteiten in het buitenland waar één of meerdere van deze niet-conventionele praktijken onderwezen wordt. Moet ik u zeggen dat osteopathie onderwezen wordt, bijvoorbeeld aan de ULB, dat ze daar prat op gaan, dat ze daar de eerste zijn die diploma's over afleveren. Zijn dat nu allemaal dommeriken, zijn dat nu allemaal onwetenschappelijke? Nee, ik zeg, ga te samen zitten en in het belang van de patiënt. Maar nu, mijn tweede kritiek trouwens is er één, waarbij je niet de wetenschappelijke moed aan de dag legt om conclusies te trekken. Van twee zaken één. Ofwel is het gevaarlijk en dient het tot niets, maar dan moet je de consequentie trekken. Dan kan je ook niet toelaten dat het gedoogbeleid zoals dat nu bestaat blijft voortduren. Dan moet je carrément zeggen, verbieden. Ja. Ook voor de artsen, de talrijke artsen die het doen op dit moment. Ofwel moet je zeggen, er is een zekere basis. En trouwens, in alle documenten staat, de discussie is, hoe ver gaat die basis op je, hoe ver kun je gaan? Maar dat is juist mijn vraag. Ja. Welke zijn de handelingen die mogelijk zijn en welke zijn de handelingen die niet mogelijk zijn in het belang van de patiënt? Ja, maar toch, professor, u twijfelt aan de werkzaamheden of de werkzaamheid beter van al die alternatieve geneeswijzen. Wel, ten eerste, het belang van de patiënt staat natuurlijk ook bij ons centraal. Dus daarom ook trouwens dat opinieartikel, dat was de motivatie. Twee, de minister verwijst naar de andere landen. Wij zijn uiteraard niet verplicht om eventuele vergissingen van andere landen over te nemen. Wij moeten voor onszelf de zaken bekijken en een wetgeving ter zake maken. Dus daar ben ik het helemaal mee eens wat betreft dat gedoogbeleid. Dit is geen goede zaak. Als de Europese Unie ons oplegt om tot een registratie over te gaan van homeopathische producten, hoe kan je dat doen, homeopathische geneesmiddelen? Ja. Hoe kan je dat doen zonder een regelgeving over homeopathen, zonder te weten wie die geneesmiddelen mag voorschrijven en wie niet, en in welke voorwaarden? Ja, daar zit inderdaad de kern van de zaak. De dubieuze situatie, wat u verwijst in uw stuk naar een recent document van onder meer de decanen en het NFVO voor de langs Franstalige kant. Maar ik wil u het memorandum geven van de Franstalige decanen een paar maanden geleden gepubliceerd, waar ze vragen dat er een registratie zou komen van deze niet-conventionele praktijken in het belang van de patiënt. En nu komt u mij zeggen dat ik dat voorstel van registratie niet in een wetsontwerp mag. Even het woord toch aan professor Bergman. Waarbij u blijft spreken over erkenning. In het wetsontwerp gaat u het woord erkenning niet. Nee, dat heb ik zelf ook reeds gezegd. Ja, het probleem is denk ik dat registratie het aureool krijgt van erkenning. Ik even het woord geven aan de professor? Ik gebruik het woord erkenning omdat uw wetsvoorstel, dus ik citeer toch even, uw derde mogelijkheid, naast ofwel zeer streng optreden, ofwel gedoogbeleid behouden, waar wij ook tegen zijn, ofwel ten derde, een wettelijk kader creëren, ik citeer uit uw eigen tekst, omdat er een voldoende te verantwoorden basis onder bepaalde niet-conventionele praktijken zit. Nu, die basis is er dus niet. De vraag aan de wetenschappelijke wereld is, maak dan nu een keer uit
Verschuil dat niet. Dat hebben we gedaan. Ga debat. Dat is gebeurd. Nee. Waarom durf je dan dat? U gooit die rapporten van tafel. Nee, ik gooi mag niet ik van even het bezig. Woord geven aan de professor Anders? Dus kijk, het rapport van de decanen is een rapport wat volkomen door die mensen onafhankelijk is gebeurd. Zij vertegenwoordigen geen drukkingsgroep of geen belangengroep. Ze hebben gewoon de studies ter zake bekeken. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben daar naar voren gebracht wat ze hebben geconstateerd. Door de wetenschappelijke methode te gebruiken, waar een universele consensus over bestaat. Kijk, de stukken in The Lancet, in Journal of Medicine en zo. Nee, excuseer, dus wetenschappelijke tijdschriften zeggen allemaal hetzelfde, ook Amerikaanse. Nee, minister, ik kan toch niet zeggen dat die allemaal tegen u samenspannen. Waarom kiest u voor de meest populaire alternatieve geneeswijze? De meest populaire. Sociale wetenschap en sociologie is ook nog een wetenschap. Daar gaan de heren onbetomelijk aan voorbij. En die stellen een sociologisch feit vast. Dat er vooral mensen zich naar die categorieën richten. Stellen dat ook en dan vast. Moet je in eerste instantie proberen aan die mensen, aan die patiënten, de nodige kwalitatieve garanties te geven. Maar u blijft maar zeggen van er is daar onvoldoende basis om ook gelijk wat te doen. Wel dat men dat dan een keer op komt dit zeggen. Moment. Dat men dat dan een keer komt zeggen in die paritaire commissie. Maar, wat is een ander verwijt? Als ik gezegd heb dat er een aantal dingen niet aan de orde zijn in het rapport. Met mondjesmaat wordt gesproken over de consensusconferentie, over de acupunctuur die plaatsgegrepen heeft in de Verenigde Staten in 1997. Met mondjesmaat. Ik geef u een voorbeeld, want dat zijn verwijten die ik merk. Er wordt niet gesproken over wat gepubliceerd is door het ministerie van Volksgezondheid in Canada sinds 1993 met betrekking tot een aantal zaken. En weet u wat mij als filosoof mij... verwonderd, dat is, je moet opletten met een bepaalde logica. Want als je in Antwerpen centraal de trein neemt naar Brussel, dan is dat logisch dat dat spoor leidt voorbij Mechelen. Maar als je dat een trein neemt naar Amsterdam, dan moet je niet verwachten dat je voorbij Mechelen komt. Ja, wat wil dat zeggen? Wat wil dat zeggen in mensentaal? Waarom heb je nu gekozen voor deze andere vier technieken? Kan je ook niet altijd met dezelfde methoden proberen te evalueren? Maar, dat is de richting waar u in gaat. Dat is wetenschappelijk correct. U geeft dus toe dat er eigenlijk geen wetenschappelijk criterium of een objectief criterium bestaat. Dat zeg ik niet. Om die geneeswijzen dat zeg ik niet. Ik te beoordelen. Zeg dat bepaalde ze staan ernaast. Een bepaalde aanpak. Ze staan er los van. Dus ja, hoe gaat u dan die kwaliteit, garanderen? Dat is onze grote zorg. Ja, professor Bakman, u zegt van ja, die vier alternatieve geneeswijzen die de minister wil registreren, dat zijn gewoon de marktleiders en dat kan dus eigenlijk. Dus ze zijn gewoon het meest populair. Maar een paar decennia geleden waren de wedermarktspoelen beperkt tot die vier, hè? Ik moet even, ja, precies, daar schuilt het grote gevaar in. Kijk, er is onlangs een enquête geweest van testaankoop, er zijn ook andere, maar het komt er ongeveer op neer, dat die staan op de eerste vier plaatsen, de vier vernoemde, maar op de vijfde plaats staat de paranormale geneeswijze. Daar zit handoplegging in, daar zit magnetisme in, daar zit genezen op afstand in, dus met een foto dus enzovoort. Dus dan zegt u eigenlijk, dan kan men evengoed binnenkort de handoplegging. Natuurlijk, als er dus een kamer wordt opgericht voor handoplegging, en dat is voorzien in het wetsvoorstel, en die mensen geven advies, meneer de minister, toch wel. Toch wel, alsjeblieft. Meneer de minister, wij hadden in deze studio... Excuseer, meneer de minister, wij hadden eerst een handoplegger uitgenodigd in deze studio. Ja. U wou daar niet van weten? Nee, hoe ik komt wou dat daar eigenlijk? Niet van weten, omdat ik niet wil meespelen in iets wat wetenschappers naar voren brengen, als zijnde iets dat niet wetenschappelijk is. Dit is toch pure demagogie? Nee, ik vind om het de vergelijking te maken, die om de, nee, om de vergelijking te maken met de handopleggers... Als er buiten die vier nog andere kamers zouden opgericht worden, is het na advies van de Academie van Geneeskunde, na advies van de medische faculteiten. En dus, vanuit wetenschappelijke hoek, mij nu proberen, of de mensen proberen wijs te maken, dat handoplegging of tovenarij hetzelfde is als acupunctuur dat drie eeuwen bestaat, of als andere niet-conventionele praktijken die onderwezen worden in talrijke universiteiten aan het buitenland. Wel, dat zeg je, dat is niet wetenschappelijk en dat is niet correct. Ja, maar er is een CVP-voorstel geweest om meteen alle therapieën in België te laten registreren. Is dat dan niet veiliger? Nee, ik ben daar geen voorstander van, maar dat is een voorstel dat zegt dat je mits een basisexamen van minimale kennis je alles mag doen. Dat is zoals in Nederland en zoals in Duitsland. Dat is denk ik veel gevaarlijker dan het ontwerp. Ja. Dat een procedure is dat aan de wetenschappelijke wereld vraagt van eindelijk op een ernstige manier in debat te komen met de niet-conventionele. Dat is gebeurd. En aan de politiek, nee, het spijt me, en aan de politiek te zeggen wat kan en wat kan niet en zo ja, onder welke voorwaarden. Ik wil nog even van opleidingen, van welke handelingen en welke handelingen niet. Die dingen zijn gebeurd, maar de minister wil daar niet op ingaan. Nee. Dus hij zegt dat de decanen, bijvoorbeeld om het over dat rapport te hebben, dat zij hebben gevonden wat ze zochten. Nu, dit is oneerlijk. De minister moet luisteren naar wat de experten zeggen, moet hun argumentatie bekijken en moet op basis daarvan een wetsvoorstel indienen. Mag ik dus een vraag stellen? Nee, heel even toch nog. Ja, ja.
U zegt dat die kamers enkel kunnen opgericht worden, bijvoorbeeld handoplegging, toevenarij, op advies. Maar waarom zijn dan nu reeds 4 kamers voorzien voor acupunctuur enzovoort? Omdat terwijl u ook weet dat de wetenschappelijke gemeenschap, dat wetenschappelijke gemeenschap daar negatief zo over adviseren. Nee, een bepaalde opvatting van de wetenschappelijke wereld. Als u zegt dat er geen enkele basis is, wilt u mij dan een keer uitleggen waarom ook in het rapport van de decanen staat dat een aantal technieken in zaak acupunctuur zouden moeten gevalideerd worden? Zij vragen dus naar regels en tegelijkertijd willen ze niet van weten. Zij valideren dat niet. Zij pleiten voor meer onderzoek. Nee, ik lees u de tekst voor. Zij vragen dat het zou gevalideerd worden. Er zijn nog 2 hoorzittingen, misschien komen ze daar wel uit. Professor Braakman en meneer de minister, dank u wel.